kader van de Black Achievement Month voor de New Narratives Tour. En ik ben hier om jullie mee te nemen in het levenswerk van mijn tante Rita, die in 2016 overleed. En daarvoor zeker 20 jaar heeft gewerkt aan waar wij hier een deel van gaan zien. Deze collectie was voor haar letterlijk haar levenswerk. Het was hetgeen waar ze begon met het maken van een pop. Met, zoals zij zelf zei, je moet handig zijn, want je moet een lapje stof hebben en dan moet je daarmee een pop maken. En die pop die noemde ze ook echt een creatuur. Mooi om te zien dat ook al die creaturen namen hebben. Dus ze heeft echt de verbeeldenis gebruikt van zichzelf, maar ook van het vertellen van een verhaal. Ze was denk ik enorm goed in wat wij nu storytelling zouden noemen. Dat heeft zij al jaren geleden ontdekt, het belang van verhalen vertellen en van mensen mens maken en namen geven en vanuit heel veel verschillende perspectieven kijken naar hoe was nou die geschiedenis van de West, van hoe is dat nou allemaal gekomen en waar staan we nu? We staan hier in wat zomaar de werkkamer van tante Rita zou kunnen zijn. En mooi om te zien dat zij enorm precies was in alles wat ze deed. Dat zie je ook aan de spullen die ze verzamelde. Ze verzamelde van alles en wij verzamelden voor haar ook van alles. En de precisie waarmee zij dan ook aan de slag ging. Als je ook naar deze pop, naar deze creatuur kijkt, die heeft echt prachtige sieraden om, die ze dus ook helemaal zelf maakte. De sluiting van de sjaal zal gemaakt zijn zoals de sluitingen ook in het echt zijn. Je ziet hier een klein brilletje, maar ook een geweer. Zij verzamelde werkelijk alles. En zo'n creatuur, zo'n pop, was dus ook helemaal echt. Er ligt hier één uitgeklede pop en daarin zie je ook dat werkelijk alles erop en eraan zit. En dat geldt voor alles wat we hier zien. Alles is van het begin af aan met ongelofelijke precisie is het gemaakt. Maar veel belangrijker dan dat het een verzameling poppen is, was het met name een verzameling verhalen. En deed ze dus heel veel onderzoek naar welk verhaal ga ik nou vertellen en hoe moet dat er dan uitzien. En dan zie je terug in wat voor verschillende rijkdom aan creaturen dat kan leiden. Tante Rita was de tante die je eigenlijk iedereen gunt. Heel veel van onze vrienden, van de mensen met wie zij gewerkt heeft, hebben ook allemaal Tante Rita genoemd. Het werd een soort koosnaam. Ook mensen die haar nog nooit hebben gezien zeggen nu ook Tante Rita. En met Tante Rita werken was ook een hoop lol. Het was een hele enthousiaste vrouw. Zij woonde alleen, niks was haar te gek. Ze kon altijd heel veel aandacht geven aan iedereen, ook aan onze kinderen. En kon daar ongelooflijk goed zien wat belangrijk was voor kinderen, ook vanuit het perspectief van kinderen. Als ik een heel klein voorbeeldje mag geven. Ik weet dat mijn kinderen, toen ze heel klein waren, een dagje met tante Rita op stap gingen. En dat ik dan vroeg, wat hebben jullie gedaan? We zijn in de tram geweest. En we mochten iedere keer op het knopje drukken. Dat vonden die kinderen fantastisch. Dus tante Rita heeft volgens mij de halve dag in de tram gezeten. Tram in, tram uit, knopje drukken. En weer eruit en weer erin. Dus ze was ontzettend enthousiast. En nam ons echt overal in mee. En naarmate ze ouder werd, werd het ook een fantastische gesprekspartner. Want we konden met haar ook heel veel praten over onze familiegeschiedenis. Waar zij meer van wist dan wie dan ook. Dus ja, we missen haar. Maar ook over de geschiedenis van de West. Daar wist zij ook heel veel van en daar konden we ook hele mooie gesprekken over voeren. En ze probeerde ook nog heel erg mee te gaan in de moderne tijd. Had ook alle moderne devices als een iPad en een mobiele telefoon. Wist dan niet zo goed hoe dat werkte, maar riep ons dan weer van kom mij nou ook helpen, want samen moeten we proberen om weer een stap verder te komen. Het was echt een mooie tante. We zijn in Ghana. Dit is Fort Elmina. De achtergrond is overigens geschilderd door leerlingen van het ROC, want dat deed ze ook heel veel. Anderen betrekken bij het maken van de diorama's. En bijzonder aan dit specifieke tafereel is van de leerlingen van het ROC dat die bomen waarschijnlijk helemaal niet stonden in Ghana. Maar zij vond ook dat ze met die kinderen van het ROC dan samen zo'n tafereel moest maken en daar ook de vrijheid in mocht geven. Maar vrijheid is niet wat we zien in dit tafereel, want je ziet hier mensen die vaak soms misschien wel wekenlang gelopen hebben uit verschillende dorpen, in dit geval Ghana, gevangen genomen
En op weg naar een totaal onbekende bestemming. Geen idee waar ze heen gingen. Aan elkaar vastgeketend. Je ziet de wanhoop in hun ogen. Kinderen en moeders. En hier begon een heel bizar, wreed avontuur. Want vanaf dit moment waren deze mensen geen mensen meer. Maar tot slaaf gemaakt. En ik denk dat het grootste wat een mens kan gebeuren is ontmenselijkt worden. En dat is wat we hier zien. Dat is een vorm van slavernij, want er zijn vele vormen van slavernij, maar waarbij je daadwerkelijk geen mens meer bent. Daarom zeggen we ook echt tot slaaf gemaakt en niet slaven, want slaven zijn geen mensen. En tot slaafgemaakten, dat waren mensen. Tante Riet heeft ze ook allemaal een naam gegeven. Dus al deze mensen hebben gewoon een naam. En dat vind ik ook heel bijzonder aan deze tentoonstelling, dat die menselijkheid steeds weer terug wordt gezien. Hoe ze aan die namen kwam, weten wij niet precies. Ze zal het voor een deel uit boeken hebben gehaald, maar ze had een hele rijke fantasie. Dus ik denk dat dat ook voor een heel groot deel uit haar fantasie ontsproten is. Na wekenlang varen kom je dan aan in Suriname en daar zijn we nu. En daar gaan de verschrikkingen verder. Daar is niet alleen het brandmerk wat is gegeven in Afrika van de West-Indische Compagnie. Vanaf dat moment ben je dus eigendom van de West-Indische Compagnie. Maar je krijgt er hier een brandmerk bij, namelijk het brandmerk van de eigenaar die jou gekocht heeft. En hier werden natuurlijk ook families uit elkaar getrokken en werd mensen nog minder mens gemaakt voor zover dat nog mogelijk was. En werden zij economisch bezit van de plantage-eigenaren. Tante Rita gaf eigenlijk altijd aan dat je geschiedenis met elkaar moest beleven. Ze had ook heel vaak rondleidingen met kinderen. En dan zei zij, dit is geschiedenis, dit is geweest, dit is verschrikkelijk, maar we kunnen er wel van leren. En dat is wat het ook belangrijk maakt en waarom het goed is om er met z'n allen naar te kijken. En zij zei, vergeet niet dat slavernij vandaag de dag ook nog steeds gewoon gebeurt. Ook in Nederland worden mensen onderdrukt, wordt hun menselijkheid afgenomen doordat ze ongewild in de prostitutie belanden. Ik weet dat zij ook toen al het thema Loverboys noemde, al zoveel jaar geleden. Dus zij wilde heel graag dat we ons heel goed realiseerden wat we hier nou zien en wat dat voor vandaag nou betekent. We staan hier bij het dagelijks leven op een plantage. We zien de plantage-eigenaar met zijn bediendes, met zijn slaven. Je ziet dat in huis ook de meer lichtgekleurde mensen mochten werken. En hoe zwaarder het werk, hoe donkerder ook de mensen. Je ziet hier achter een heleboel mensen die op het veld werken. En je ziet ook een tafereel waar je ook altijd heel stil van wordt. De afstraffingen die met name de Nederlanders bedacht hebben toen der tijd. En wat we uit de geschiedenis weten is dat de Nederlanders vredere straffen hadden dan vele anderen. Je ziet hier een afstraffing, dat noemen we de Spaanse bok, waarbij iemand zodanig is vastgeketend dat hij geen kant meer uit kan en de nodige zweepslagen krijgt. En wat ik zelf heel bijna ontroerend vind aan dit tafereel is dat Tante Rita ook heel precies al die zweepslagen gemaakt heeft. Je ziet een mevrouw die een heel groot ding op haar hoofd heeft, een heel groot zwaar blok. Dat was ook een straf, die zat vast aan haar voet. En ze moesten dus soms dagen met dat hele zware blok op hun hoofd doorbrengen. En je ziet ook dat mensen op het veld aan het werk waren, maar ook plezier hadden. Dat is denk ik ook wat zij ons heeft willen meegeven. Er was ook heel klein geluk. We gaan naar gevluchten tot slaafgemaakte, de Marons. Het is een aantal mensen ook gelukt om te ontsnappen uit de hel van de plantages. En die zijn gevlucht en dat is een flinke strijd geweest. Maar die hebben hun eigen gemeenschappen opgericht in de binnenlanden van Suriname tot op de dag van vandaag. En wat we hier zien is een tafereel van een Marondorp, zoals we dat noemen. Eigenlijk heden ten dagen. En wat daar bijzonder aan is, is dat dit waarschijnlijk toen ook al zo was. Dus in het dagelijks leven van de Marons is niet zo heel veel veranderd in het dagelijks leven in vrijheid. Ik ben zelf een paar jaar geleden met de kinderen in de binnenlanden geweest. En dan zie je inderdaad ook dat het dagelijks leven daar totaal anders is dan het leven in de stad. Dat ze echt hun eigen taal
hun eigen gewoontes, hun eigen eten hebben meegekregen. En dat is eigenlijk wat we hier zien. Een verbeelding van hoe het dagelijks leven toen en nu kan zijn. Dit is ook voor Surinamers een heel herkenbaar verhaal. Het is een saag en wat er precies van waar is, dat weten we niet. Wat we hier zien is een tafereel van een slaveneigenaar en zijn hele wrede vrouw. Suzanne Duplessis stond ook echt bekend als een hele wrede slaveneigenaar. En een van de wrede verhalen is dit verhaal, dat de slaveneigenaar een relatie had met een van zijn tot slaaf gemaakte, een zwarte vrouw genaamd Alida. En dat de vrouw van de slaveneigenaar dat niet kon verkroppen, daar zo jaloers op was en tegen hem heeft gezegd. En tante Rita zei dan bijna letterlijk van, jij wilde toch zo graag aan de borst van een zwarte vrouw zitten? Nou, hier heb je de borst. Ze had de borst van Alida afgesneden en aan haar man opgediend. Wat heel mooi is, vind ik zelf, is dat tegenwoordig het verhaal van Alida verteld wordt. Vandaag de dag heeft Alida een standbeeld in Suriname. Er zijn Miss Alida-verkiezingen en zij wordt wel echt geëerd als belangrijke, krachtige zwarte vrouw in de geschiedenis. We verlangen niet anders dan onze vrijheid. Het is een citaat van Tula. Tula, de grote vrijheidsstrijder op Curaçao, samen met zijn kompanen Carpata en Wakau. En wat heel bijzonder is, is dat Tula een stem heeft. Zijn relaas is opgetekend. En je ziet hier ook pater Schink. En pater Schink heeft het relaas van Tula helemaal opgetekend. Waarom dat belang van die vrijheid zo groot was. En hij gaf ook aan, wij willen alleen maar onze vrijheid. Hoe erg is het om gewoon je vrijheid te willen? En een heel lang relaas heeft hij proberen uit te leggen waarom zoiets ogenschijnlijk simpel als vrijheid zo moeilijk was. Nou, wat we hier zien is net na het relaas van Tula. Tula was opgepakt, hij heeft het nog een keer uitgelegd. En het is uiteindelijk met Tula, maar ook met andere vrijheidsstrijders zoals Pucci viel op een van de andere taferelen niet goed afgelopen. Tula is samen met zijn kompanen geradbraakt, gevierendeeld en in zee geworpen. En dit was 70 jaar voor het afschaffen van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden. Op dit moment was Saïti al bevrijd. Het verhaal van Tula is voor Curaçaoënaars vandaag de dag heel belangrijk. Tula wordt ook wel heel erg gezien als de held van Curaçao. Hè. De Tula-herdenking wordt ieder jaar groter. En de geest van Tula, het harde werken, het ook heel slim nadenken, met elkaar in gesprek gaan en proberen om de trots van het eiland, trots zijn op het eiland te weergeven, dat voel je vandaag de dag nog. Wat bijzonder is aan dit tafereel, is ook dat Tula glimlacht. Hij gaat hier dood, maar hij weet dat hij zijn verhaal heeft mogen vertellen en daar is hij ook trots op. En dat is denk ik wat we op Curaçao zien als heel belangrijk moment in de geschiedenis. Het moment dat Tula zijn verhaal heeft verteld en dat die stem ook vandaag de dag is opgetekend. We zijn op Aruba. En op Aruba was de slavernij veel kleinschaliger. Aruba heeft niet de natuurlijke haven van Curaçao, heeft niet de rijkdom van Suriname in plantages en gewassen, een heel droog eiland. Dus er was veel minder slavernij op Aruba. Het was er wel, maar heel kleinschalig. Dat zie je ook in de bevolking. De oorspronkelijke bevolking van Aruba, die is er nog daar waar die op Curaçao eigenlijk gewoon niet meer bestaat. Dat zie je ook in de huidskleur van de mensen. En nou, dit is een tafereel waarbij je een plantage op Aruba ziet, een aloëplantage. Het gaat er hier relatief vreedzaam aan toe. Wat niet wil zeggen dat ook hier sprake was van onderdrukking en onderdanigheid, maar wel op een hele andere manier dan in Suriname en op Curaçao. Het is de vraag of op Aruba op een andere manier op de geschiedenis wordt teruggekeken. Ik denk in het klein wellicht wel, maar in het groot als onderdeel van het koninkrijk zie je ook vandaag de dag dat ook Aruba op zoek is naar welke plek hebben wij nou eigenlijk in het koninkrijk. Dus ja, heel direct wordt er op een andere manier naar slavernij gekeken. In de uitwassen van het kolonialisme en het neocolonialisme zie je dat eigenlijk nog steeds dezelfde zoektocht is naar wie mogen wij nou zijn en wat is nou onze identiteit. Het is 1 juli 1863. Het is de dag dat de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden officieel wordt afgeschaft. En dat is wat we hier in dit tafereel zien. We zien hier Kwaku. Kwaku is de grote vrijheidsstrijder in Suriname. Met zijn keten los, met een groot bord
waarbij hij gelijkheid, vrijheid en broederschap propageert. Je ziet Jozef. Het bijzondere aan Jozef is, Jozef heeft schoenen aan. Tot slaafgemaakten hadden geen schoenen aan. En Jozef was dus al vrij, anders had hij geen schoenen aan. En Jozef is degene die de ketenen verbreekt van alle anderen tot slaafgemaakten. En je ziet een tafereel waarbij mensen dankbaar zijn, waarbij mensen op zoek zijn naar, oké, wie ben ik nu? En wat gaat dat nu betekenen voor mij? Je ziet een mevrouw onder een boom zitten met een veel lichtgekleurder kind. Dus je ziet een soort beeld naar de toekomst. Een beetje wrang aan dit verhaal is dat de slavernij weliswaar was afgeschaft, maar dat alle tot slaafgemaakten nog 10 jaar lang verplicht op de plantages hebben moeten werken. En dan kregen ze ofwel een stukje kostgrond of een amper salaris. Dat was gewoon verplicht. De slaveneigenaren kregen geld. De afschaffing van de slavernij betekende voor hun een derving aan inkomsten. Dus zij kregen per tot slaafgemaakte geld. De tot slaafgemaakte kregen niks dan je mag dankbaar zijn. En moesten nog 10 jaar lang doorwerken op die plantage. En wat we dus ook weten is dat 10 jaar later dit schip, de Lala Rook, van Noord-India naar Suriname kwam. En daar zaten Hindoestaanse mensen op die eigenlijk als contractarbeiders het werk op de plantages hebben overgenomen. Ook een beetje onder soms valse voorwenselen naar Suriname toe zijn gegaan. Maar tot op de dag van vandaag een hele belangrijke, omvangrijke bevolkingsgroep van Suriname betekenen. Hoe zou Tante Rita deze tentoonstelling hebben gevonden? Ik denk aan de ene kant dat ze heel kritisch zou zijn op, ja, maar dat had misschien toch net een beetje iets anders gemoeten. Maar over het algemeen zal ze ongelooflijk trots zijn op wat hier staat. Op al die mensen die met haar naar haar verhalen kunnen kijken zonder dat zij erbij is. Al die mensen die ook over haar tentoonstelling hebben gesproken. En wat wij heel graag willen is dat dat verhaal doorverteld blijft. En dat we overal in het Koninkrijk der Nederlanden en in Suriname stukken van de tentoonstelling mogen zien die samen dat hele verhaal maken van onze gezamenlijke gedeelde geschiedenis en onze gezamenlijke toekomst.